Toen Tchaikovsky en de choreograaf Petipa de opdracht kregen om van de notenkraker een ballet te maken, moest het ballet wel de belangrijkste attractie worden van het winterseizoen 1891-1892. En Petipa herschreef het sprookje. Clara krijgt het inhoud op de notenkraker die in haar droom tot leven komt. In het tweede bedrijf van het ballet belanden de notenkraker en Clara in Suikerland. Waar ze worden ontvangen door internationale gasten. De Chinees paar, de Arabische dansers, de Spaanse dansers, die we net zagen. En een aantal andere bijzondere personages. En dan komen we uit bij het notenpunt van de notenkraker. De Grand Pas de Deux. Nog steeds met de originele choreografie van Petipa. Met in de rol van de suikervee, Vesela Vasileva. En in de rol van prins notenkraker, Daniel Tichkov. Thank you.